AFC is niet alleen de koploper van de tweede divisie, maar is ook de ploeg die de meeste doelpunten heeft gemaakt. Jordi Thijssen ontfutselt de bal bij Jongman. Thijssen naar zijn broertje, Kenny Thijssen met de buitenkant. En voor het eerst dat de doelman Kieboom van Katwijk gestrekt moet. Een topwedstrijd tussen twee ploegen. AFC heeft sinds 20 oktober niet meer verloren. Sterker nog, op dit sportpark goed genoeg verloor de ploeg nog geen wedstrijd deze competitie. Wordt Katwijk het dan die vandaag aan dat record een einde maakt? Van Weerdenburg. Van Weerdenburg voor de goal is van de bal. Sanchez Agulo en Handy. En de eerste kans voor Katwijk. Omar Handy. Als Robert Suzanne op de tribune staat na zijn rode kaart van vorige week tegen Almere. Mengering. Jonathan Richard. Hé, is dat Hens? Scheidsrechter zegt van niet, heeft het wel waargenomen. Getuige de armbeweging. Nick Smit is die scheidsrechter. En iedereen van een Katwijk vindt dat het een strafschop is. Nog eens kijken. Jonathan Richard, hij krijgt hem tegen de hand, maar er zit geen opzet in, zegt de scheidsrechter. Lindhorst, de centrale verdediger. Lindhorst! Oeh! Nou, dat is niets wat het scheelt. Tim Lindhorst. Gekomen van de Berliner AK. De wind een beetje mee. En dan bijna het doelpunt. Tweede helft. Ruststand was dus 0-0. Eerste kans van die tweede helft komt op naam van Fouad Belarbi. De stille kracht in de voorhoede van AFC. Mengering. Mengering kijkt. Mamedov is mee. Mengering komt zijn bal niet voorbij. Van Weerdenburg moet de voorzet geven. Terug naar Mengering. Mengering, vorig seizoen had hij de 29. Nu over. Marciano Mengering woont op geen steenworp afstand van dit sportpark goed genoeg, maar speelt gewoon bij Katwijk. Hij werd vorig seizoen kampioen als topscorer met die 29 goals. Dus foutje van Jongman, dan is Ignacio weg. Ignacio sneller dan Van Dam. Maar goed hoe hij daar naar de buitenkant wordt gedreven. Hoewel, Belarbi. Wat een kans is dit, zeg. Ignacio naar de buitenkant gedreven en Belarbi had deze toch moeten maken. De hoek links ligt helemaal open. Maar hij verzuimt het. En zo is het een hele interessante wedstrijd. Die heen en weer golft. Twee ploegen die voor de overwinning gaan. Van Weerdenburg. Naar de voorzet van Mengering. Maar krijgt de bal niet op doel. Guus van Weerdenburg. Richting de slotfase met Thijssen. Kenny Thijssen. Het setje nog in zijn rug van de broer van Kenny. Jordi, maar de bal gaat over. Mamedov. Daar de invaller. Tesselaar en Mengering. Dit moet hem worden. Maar Mengering krijgt hem er niet in. Kulan zit hem dwars in die actie. Krijgt de wedstrijd nog een winnaar. Het is sowieso een hartstikke leuke 0-0, maar een goal zou mooi zijn. Kieboom redt weer. En AFC heeft nog een slotoffensief. Met weer Melvin Grootfaam. Is Hamdi kwijt. Grootfaam, geblokt. Dan Thijssen. Geweldige redding van Kieboom. Die houdt de 0. En dat blijft het ook. 0-0 bij Katwijk op bezoek bij AFC.